Oh, wat erg. Zie je het? Ik heb gewoon nog nooit zoveel Starcoins gehad. Jongens, ik ga iets doms doen. Maar het wordt wel heel leuk, dus blijf kijken. Oké, daar gaan we dan. Wil ik dit wel? Jawel, dit gaan we gewoon doen, jabba YOLO. Oh, wat doe ik? Zo spontaan ook weer. Ah, jezus. Oh, wat erg. Zie je het? Ik heb gewoon nog nooit zoveel Starcoins gehad. Wat erg, jongens. Wat erg. Ik doe mijn fullscreen aan. Oh mijn god. Oh, dit is echt zo dom. Ik heb echt klote veel Starcoins. Dit is echt niet normaal. En we gaan gewoon paarden kopen. Zullen we het gewoon doen? Ja, whatever. Ik heb het niet voor niks gekocht natuurlijk. Nee. Jongens. Ik heb ergens een foto op mijn telefoon gemaakt laatst van een lijstje. Yo, ik weet even niet hoeveel paarden we gaan kopen, maar dat maakt niet uit. We gaan het gewoon even kijken. Ik heb gewoon paarden nodig, jongens. Ik heb gewoon paarden nodig. En ik heb best wel wat paarden wat ik sowieso nog wou kopen. Dus dat is wel nice. Ik denk... Oeh, waar stond... Even weer, oh ja, we gaan naar hoe heet het nou ook weer? God, het Guldenblad. Ja, dat wou ik. Ik heb gewoon 10.000 Starcoins gekocht, jongens. Oh mijn god. Normaal doe ik dat eens in het jaar. 1 keer. Maar omdat ik gewoon... Ja, ik zag ineens, het is dubbel Starcoins weekend. En het is net kerst geweest, weet je wel, je cadeautje voor jezelf. Ik heb eigenlijk al een heel duur cadeau voor mezelf gekocht, echt stupid. Namelijk een nieuw scherm, computerscherm, voor mijn setup. Maar dit kan er ook nog wel bij, toch? Ja, weet je, we doen gewoon alsof we al het geld hebben van de wereld. Wat zijn dit voor paarden eigenlijk? Wat zijn dit? Oh, dit is... Oh, een Belgisch... Is dit ook een Belgisch warmbloed? Oh, die vind ik helemaal niet zo mooi. Het leek oprecht een ander paard. Die shading is wel heel off, eigenlijk. Maar ik wou deze kopen. We blijven lekker in het bruin-wit gevlekt. Ja, we moeten het maar gewoon... we gaan straks alle paarden bekijken in de stal. Maar we gaan voor nu eventjes... gewoon... Ja. We gaan voor nu gewoon eventjes alles naar de stal sturen, zeg maar. Ik weet echt even geen namen eigenlijk zo. Even 1, 2, 3... dit wordt Legend. Geen idee waarom. Is leuk, toch? Is leuk. Ik ben nog nooit zo spontaan paarden gaan kopen. En ik wist dat ik deze video sowieso al wou maken. Dus dat scheelt natuurlijk. Dit stond al op de planning. Maar ik voelde me zo van... Ja, ik had nog 6.000 Starcoins. Dat is hartstikke veel eigenlijk. Maar weet je, boeien. We moeten gewoon soms domme keuzes maken. We gaan, denk ik, naar... Het landhuis. We doen gewoon alsof we al het geld van de wereld hebben, jongens. Het is gewoon... Dat doen we gewoon. We doen gewoon alsof. Oh ja, ik wil ook nog een paar oude paarden kopen. Oh, ik ben echt helemaal zin in. Ik wou sowieso nog een KWPN'er. Irritant, dat hoest. Maar de vraag is welke eigenlijk... Deze niet. Ik vind het niet zo. Ik heb nooit grijze paarden. Maar ik denk dat ik misschien ook wel deze wil. Want een ruin en hij is volwassen. En dan noem ik hem Lucky. Want ik had altijd een... Oh, we zitten al bij de L. Hoe heet hij ook weer? Hij heet Lucky nog wat. Maar zo, ik moet even... Mijn kriebelhoes ineens. Precies zoals ik ga opnemen natuurlijk. Lucky Strike. Strike heette die, maar dat kan denk ik niet. Nee. Lucky Strike. Nou, dan doe ik hem gewoon Lucky noemen. Dat is wel jammer. Waarom kan dat niet? Hij heet de Lucky Strike. Nou ja, dat is iets. Volgens mij is het iets van sigaret of zo. Dus aan de ene kant snap ik het wel. Een volwassen ruin. Eigenlijk was hij een beetje aan de iets van oudere kant, maar boeien. Ik heb nog geen, bijna nooit koop ik, weet dat, deze kleur paard. Dus dan gaan we hem lekker nu kopen. Dat is paard nummer 2 alweer. Kapot duur die paarden. We gaan de paardentaxi bellen en dan gaan we even naar Barley. En dan gaan we daar even kijken naar de paardenmarkt. Want daar zijn ook nog paarden die ik graag wil hebben. Het zijn gewoon van die must-haves, weet je wel. Crimson heb ik natuurlijk laatst in de Let's Play gekocht. Dat is ook mijn nieuwe paard, maar die is zoals je ziet ook alweer level 9. En ik moet gewoon een zoot paarden hebben. Ja, voor straks als we weer gaan grinden in het holle bos. Daar krijg je natuurlijk heel veel XP van voor paarden. En ik kan er gewoon niet aan dat ik gewoon heel weinig paarden heb op de trainen. Dus we gaan er gewoon een zoot kopen. Even koekeloeren welke hier allemaal staan. Oh ja, Perseron en Haflinger. Geen fan van op zich. Oh, zijn dit alle paarden? Er zijn toch wel meer paarden dan dit? Rassen bekijken. Deze wil ik. Heb ik deze? Ja, deze heb ik al. En deze heb ik ook al. En dan het enige wat ik nog wil is deze. Deze heb ik gewoon niet. Dit is... ja, theezakje. Zoals... veel mensen misschien kennen. Die weet niet wat ik nog meer kan. Kan ik bag? Ik denk het niet. Ja, theezak. Dit is natuurlijk van de vroeger. Iedereen kent het paard. Misschien wel. Nou, niet iedereen, maar vroeger wel. Dus up naar de stal. Nog een paard erbij. Dat is fijn. De Starcoins jagen we er doorheen, maar dat geeft niet, het mag vandaag. Welke paarden staan hier nog meer? De Engels volbloeden, de oude. Oh mijn god, dat waren echt tijden. De hele oude ook nog zelfs. De oude Friese. Deze vind ik ook wel mooi, de sportvries. Ja, ja, ja. Oeh, ik denk dat ik deze ook wil. Ik heb er geen één van deze, maar ik wil denk ik deze sowieso wel. Ik vind het een senior hengst. Hoe heet die? Sandring. Nee, Scary Red. Cute Disco Day. Kan ik hem niet hier Liberty noemen? Is dat niet... Oh, god. Nee, dat kan niet. Waarom kan dat wel als tweede naam? Dat is toch stom? Kan ik hem niet... Even kijken. Ik kan niet meer typen, joh. Ik kan hem ook niet Black noemen. Wat? Stom. Oké, ik ga hem naar Dice noemen. Volgens mij is dat... ik vind het wel een leuke naam op zich. Paard kopen, yes. Naar... de... Zo, dit gaat niet helemaal goed volgens mij. Dit is echt kut. Oh mijn god. Oh, anyways. Ik wil nog heel even verder kijken naar rassen. Hanna Verraan. Ja, maar... Jorvik ponies. Hier zijn de oude Lipisaners nog wel. De oude Shires. Dit is mijn allereerste paard. Besef dat even. Allereerste paard die ik ooit heb gekocht. Ja, ik ga eventjes verder kijken. Waar we nog meer een paard kunnen kopen. Even koekloer hoor. Ik weet ook niet meer waar de helft van de paarden staan, dus ik rij maar gewoon even ergens heen. En dan kijken we eventjes. Links. Oh ja, deze zijn hier. Love dit paard. Echt love. Maar ik hoef daar niet per se nog eentje eigenlijk. Oh, hier zijn de oude... Oh nee, dit zijn de normale vriezen. En de knapstruben. Ik heb dus helemaal nog geen knapstruben, maar ik vind ze ook echt tering lelijk. Echt heel lelijk. Net als de curlies. Ik heb geen curly. Wacht, we gaan even paardtaxi bellen. Even kijken, dus hier gaan we geen paard kopen in ieder geval. Maar we gaan taxi bellen en dan gaan we even kijken bij Steve welke daar ook weer staan. Volgens mij staan de Dartmoor ponies er. Maar daar heb ik er dus ook nog geen één van. Want ik vond ze niet helemaal geweldig of zo. Ze zijn wel schattig, maar ik heb er niet zoveel mee. Dat is een beetje het ding. Dit zijn de Shires. Oh, wat hou ik van Shires. Ik heb Beer, deze. Heel cute. Dit is natuurlijk die ene in het winterdorp. Ja, wil ik er daar nog één van? Eigenlijk niet. Echt heel triest. Ik weet gewoon niet welke. Dit zijn de Pacifino's. Ook niet per se. Ja, ik weet, jongens, ik ga gewoon even rondjes rijden. En dan zie ik wel of ik een paard tegenkom. Ik denk van, die wil ik echt heel graag. Trouwens, vandaag, als jullie dit zien, is het zaterdag. En morgen is het oud en nieuw. Dus alvast een hele fijne jaarwisseling. Ik ben vandaag, als het goed is... Wacht, even kijken. Klopt dat wel? Ja. Nou, moet ik even kijken in mijn agenda, hoor. Ja, morgen is het dus oudjaarsdag. En, voor jullie. En ja, dan, ik ben die zaterdag helemaal bezig met alles klaarmaken voor kabitschieten en zo. Dus dat is wel leuk. Waarom staan hier maar 3 paarden? Is dit echt serieus? Wat erg. Oeh, deze vind ik eigenlijk ook allemaal nog wel leuk. Maar weet je, ik hou niet zo van het ras. Het is hier from dit. Deze is zo leuk. Die we ook toen altijd zo graag. Die heb ik ook nu. Waarom staan niet maar 3 paarden? Dit is echt triest. Oh my god, het is echt triest. Nou, we doen gewoon gelijk met alle paarden kopen even een rondje Jorvik. Oh, verdorie joh. Want ja, we weten het allemaal gewoon even niet meer. Neil Hillcrest. Waar is die trailer gebleven? Hier. We gaan even naar New Hillcrest. Staat hier nou ook gewoon helemaal niks meer? Is dit serieus? Oh, wat erg. Waarom weet ik dit ook gewoon niet? Maar wat? Oh ja, natuurlijk. Daar staan er wat. Maar dat zijn alleen de IJslanders volgens mij. Nou ja, dat komt natuurlijk door het helemaal dat nieuwe zooi natuurlijk. Oh, wat erg. Ik heb laatst een IJslander al gekocht. Die, hoe heet dat? Deze is zo immens lelijk. Dat is echt niet normaal, sorry. Oh. Even kijken. Ja, dit komt door dat nieuwe systeem. Dat je gewoon 1 paard kan aanklikken. En dan is het gewoon... Dan kan je vanuit daar zeg maar alle kleuren zien. Dus ja, meer heb je niet zeg maar. Je kan niet... Ja, het staat niet allemaal weer meer bij elkaar zoals vroeger. Dus dat is wel een beetje jammer. Want ik heb alleen deze. Dat is niet waar. Ik lul zo hard. Ik heb die helemaal niet. Welke heb ik? Deze heb ik. Oh god. Ik dacht oprecht dat ik die één had. Dit is echt een paard wat ik zou kopen. Zou ik deze kopen? Deze is wel echt super schattig. Nou, hij lijkt natuurlijk wel een beetje op deze. Maar ook weer niet. Zou ik die kopen? Die bruine vind ik helemaal niet mooi. Ik wil deze. Het is een jonge hengst. En hij heet Indigo. Ja, helemaal mee eens. Nou, dit is wel... Oh, kijk, dit is wel schattig. Mijn popje lacht. Dat is echt schattig. Naar de stal. Oké, ik ga naar de stal. En dan gaan we kijken welke we allemaal hebben gekocht. Ik weet helemaal niet meer hoeveel. Niet heel veel, maar... Ik ga ook niet al mijn Starcoins uitgeven in één video natuurlijk. Dat vind ik ook wel weer een beetje aan de zonnekant. Ik bedoel, normaal koop ik helemaal niet zo gauw, even gauw, 5 paarden of zo. Dus op zich. Ja, ik heb heel veel level 14ers. Die gooi ik eventjes uit, zodat we alles bij elkaar kunnen zetten. Hoppa, dit is allemaal voor de Let's Champ, jongens. Legend, we gaan even op level 3, 4. Ik had het wel goed, het zijn 5 paarden. Als het goed is, ja. En nou hebben we natuurlijk Crimson nog, maar die is toch niet echt helemaal nieuw meer op zich. Dit is Dice. We gaan hem eventjes aaien. Dit gaat niet helemaal goed, die animatie met die oude paarden, maar goed. We hebben Dice, we hebben Legend. Deze gaat wel prima. Ik hou van dit paard. Ik wou deze al zo lang. Die heb ik ook op een ander account gekocht, maar nog niet op Riley. Ja, Lucky. Ik vind het ook wel leuk dat ik Lucky nu heb, hoor. Ik heb dat dier al jaren niet meer gezien, maar alsnog. Wat was dit ook alweer? Indigo. Ook heel leuk. En natuurlijk niet vergeten T-Wag. Ja, deze gaat ook niet helemaal goed met het aaien. Maar oh, het hoofd, hij breekt gewoon zijn nek. Kijk dan, wat lelijk. Oh mijn god. Nou, dit was alweer mijn shopping spree voor nu. Er komen ook nog nieuwe paarden aan binnenkort. Dus daar ga ik er ook gewoon natuurlijk weer wat van kopen. Dus dat komt helemaal goed, jongens. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je het leuk? Doe zeker een duimpje omhoog. Daar word ik heel blij van. En vooral ook als je even abonneert op mijn kanaal. Want we gaan zo lekker. Echt zo lekker. Het gaat ineens zo snel allemaal. En ja, straks de 1K. Dat is natuurlijk wel echt een mijlpaal voor mij natuurlijk. Dus echt super leuk. Ik heb trouwens ook een nieuwe YouTube banner gemaakt. Als je nu naar mijn YouTube kanaal gaat, dan zie je ja, eventjes wat anders. Het ziet er anders uit. De achtergrond van mijn YouTube kanaal. En ik ben ook bezig met een nieuwe previewfoto. Dus dat wordt allemaal wel even wennen. Maar wel heel leuk. En gewoon iets wat ja, meer bij mij nu past, zeg maar. Want ik heb dit YouTube kanaal natuurlijk ook al wel, nou, ik denk actief dik 2 jaar. En ja, gewoon tijd voor iets nieuws. Ik bedoel, het was eigenlijk allemaal nog een beetje karig. En ik wou het gewoon wat cleaner hebben. En gewoon, nou, een beetje nieuw natuurlijk. Op mijn banner stonden ook allemaal foto's van oude StarStable poppetjes en zo. Dus hij is nu weer up-to-date. Stats staat erop met mijn poppetje natuurlijk. Dus dat is superleuk. En ja, gewoon de normale informatie. Dus ik hoop dat jullie het mooi vinden. Laat in de reacties weten als je het mooi vindt. En laat ook even weten, ben je geabonneerd of ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? En laat ook even weten als je niet geabonneerd bent. Of je nu wel geabonneerd bent. Want ja, dat weet je. Dat moet je gewoon even doen. Het is gratis. Dus jongens, bedankt voor het kijken. En dan zeg ik toedeloe en tot de volgende.